dat u kijkt. De Amerikaanse thrillerschrijfster Karen Slaughter is op tournee. En in Nederland gaat ze als eerste langs bij, wie anders, boekhandel Kees Visscher. Waarom staat u hier vandaag in de rij? Omdat ik een fan ben van boeken, van thrillers. En ik heel graag de boeken onder andere van Karen Slaughter lees. En het wel een hele mooie kans vond om in mijn eigen wijk haar te kunnen ontmoeten. Ja, en heb je nog iets wat je haar wil vragen? Nee, dat voelt bijna een beetje groupie-achtig aan. Nee, maar ik zou het wel heel tof vinden om... Een vriendin van mij is binnenkort jarig. En ik vind het wel super tof dat ik een gesigneerd boek kan cadeau doen aan haar. Dat is toch net even een extraatje wat ik iemand kan geven. En dat vind ik wel heel tof. Wat is de reden waarom u het zo fijn vindt dat het gesigneerd gaat worden door haarzelf? Ja, ik vind dat heel bijzonder. Want je gaat heel erg op in de stof. En het is net alsof je het allemaal beleeft. En dan iemand die dat zo knap kan verwoorden en zo goed kan schrijven. Ja, daar heb ik echt bewondering voor. Dus daar wil ik wel een handtekening van. Wat vindt u nou het mooiste? Want het klinkt alsof u er meer gelezen heeft van Karen Slaughter. Allemaal gelezen. Zo, een echte fan hier. En wat vindt u nou zo goed aan de boeken van Karen Slaughter? Zij kan dingen heel goed opbouwen. En het plot is vaak heel anders dan je denkt. En je denkt het vaak al te weten. En je kunt het ook niet wegleggen. Want je wil gewoon door blijven lezen. Het is gewoon, als iemand dat kan, je zo aan dat boek laten kluisteren. Ja, het is geweldig. What a great honor to have you here in our district. How does it feel to be in the Netherlands again, Karen? Well, it's raining today, so not as good as usual, but I'm very pleased to be here. This is a great store and I love this area. So I love that the names are from jazz and big bands from America. So it's really nice to be here. And we're looking at this book. How does it feel to have translations of books in languages that you don't know yourself? Or do you speak Dutch? No, I only know swear words in Dutch, which I won't tell you about. You know, it's great. I've been working with the same translator here in Holland for many years, and Dutch readers sometimes will read the English editions, and they tell me that she's very good at translating my work. So I'm pleased with that because this is a very important country for me, and I've been coming here for almost 20 years, and I've seen a lot of people who, you know, when they were first met me, they were kids, and now they're grown-ups, which is really painful to see, but yeah, it's really nice to be back. Yeah, right? Yeah. And this isn't in one of your series, right? It's a standalone book, if I understood correctly. But I also want to know, is there a new book of Will and Sarah coming up? Yes, absolutely. I'm working on it now, okay. In between being in Holland. And it has Will and Sarah's mother is back, and it's got a really great opening. So I hope people enjoy it next year. Ik zie dat u een gesigneerd exemplaar in uw hand heeft. Ja, klopt. Ik denk, deze kans kan ik niet voorbij laten gaan. En hoe was het om daar bij de Queen of Suspense te zitten? Ja, daarom ben ik ook speciaal gekomen. Ik kan een gesigneerd boek kopen naderhand, maar om gewoon van haar krijgen is toch veel leuker natuurlijk. Ja. En zei ze nog iets? Ja, ze vroeg hoe het met me ging, dus heb ik even teruggevraagd. En ja, gewoon lovely to meet you. Dus is gewoon hartstikke mooi. En waar komt u vandaan? Want u komt niet hier uit de wijk, geloof ik. Nee, ik kom uit Etten-Leur. Dan komt ze maandag, maar dan moet ik werken. Dus. Kijk, een hele goede reden om helemaal naar Leidse Rijn te komen. Om inderdaad. Dus ik ga zo meteen weer rustig terug en dan met een beetje geluk heb ik een maand eruit. De Windmarkt in Terweide. Altijd gezellig. En deze keer extra feestelijk vanwege 20 jaar Leidse Rijn. Make new friends, but keep the old one.
go. Make new friends, but keep the old. Mine is separate, and the other goes. Diana en Danielle, nou, we zijn weer op de waterwindmarkt. Hoeveelste inmiddels? Het is de 9e editie. We staan voor de 9e keer, gaan we weer de boel hier organiseren. Ja. Hey, en op een nieuwe plek, of eigenlijk op een oude plek? Ja, we doen het dit jaar weer lekker in het park. Lekker overzichtelijk en ja, gewoon ruimtelijk. Heerlijk. Ja. Ja, heerlijk. Ik zie jou ook heerlijk hier in een stoel zitten. Ik vermaak me hier wel even hoor. Ze hebben van mij geen last meer vandaag. En hoe voelt dat nu dat het al 20 jaar Leidse Rijn is? Kun je er iets bij voorstellen? Ik namelijk niet echt. Nee, dat heb ik ook. Ik heb echt niet het idee dat het al 20 jaar zo is. De tijd vliegt echt om. Want voordat je het weet zijn we weer een nieuwe markt aan het organiseren. Dus terwijl je denkt dat je een winterlang rust hebt. Nee, de tijd gaat echt heel snel. 20 jaar vliegt voorbij. Ja. Nou, zal ik jullie maar gewoon even met rust laten nu? Ja, hij doet goed zijn best en ik ben heel ontspannen. Dus graag verder gaan. Schoenen, dat zie je toch niet zo heel vaak. Ja, wat zijn het voor schoenen? Kun je er iets over vertellen? Het zijn echte dansschoenen. Kijk, hier kan je niet op mee buiten lopen. Dus, en ze zijn voor mij toch net iets te groot. Dus ik dans Braziliaans en salsa. En ja, helaas, ze waren van een vriendin van mij. En voor haar waren ze te klein en voor mij te groot. Dus dan ga ik ze hier verkopen. Welke maat is het eigenlijk? 38. 38, nou, maat 38. Kan ik mij vergissen, maar volgens mij zit jij normaal ergens anders op. Iets met paarden, of? Ja, dat klopt. Ik ben op de stadscoetsier. En Leidse Rijn is ook de plek waar mijn paard op de wei staat. En waar mijn koetsen staan. Dus ja, perfect. Ja, dat klopt. Hey, en waarom werk jij hier aan mee, aan 20 jaar Leidse Rijn? Nou, het eerste is, ik woon zelf al ruim 10 jaar in Leidse Rijn. En ik vind het een fantastisch stadsdeel. Het is voor mij een mengeling van platteland en stad, zoals ik eigenlijk altijd gedroomd heb. Wij zijn voor de viering van 20 jaar Leidse Rijn aanwezig bij alle evenementen die plaatsvinden tussen mei en oktober, die meedoen om dit 20-jarig bestaan te vieren. Inmiddels weet bijna iedereen volgens mij in Leidse Rijn dat Leidse Rijn 20 jaar bestaat. Als ik dat zeg, dan zeggen mensen, echt? Is het al 20 jaar? Ja, het is 20 jaar. En inmiddels is het natuurlijk helemaal geen Vinex-wijk meer of nieuwbouwwijk met alle vooroordelen van dien die daaraan vastplakken. Nee, het is een wijk waar ongelooflijk veel gebeurt. En eigenlijk willen we dat met 20 jaar Leidse Rijn laten zien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Barbershopkoor The Rijn Singers. Vertel eens, komen jullie uit Leidse Rijn? Hoe is dit allemaal tot stand gekomen? We zingen eigenlijk in fleuten. We bestaan al 35 jaar. Ik dan weer niet, maar zij wel. We zingen a cappella, vierstemmig. Dus als het goed is heb je net vier verschillende stemmen gehoord. We zijn vernoemd naar de Leidse Rijn. En omdat wij ook toen de tijd ook nog wel eens in Engeland optraden. Daar hadden we conventies, daar gingen we ook naartoe. En dat vonden we eigenlijk heel moeilijk voor die Engelsen om Leidse Rijn uit te spreken. Dus zijn wij de Rijn Singers geworden. Vandaar de naam. Ja, dat zwingt toch ook gewoon veel beter, hè? De Rijn Singers. Ja, zeker, zeker. Moet je een beetje kunnen zingen om lid te worden van deze groep? Beetje wel, hè? Beetje wel. Moet niet heel erg vals gaan, maar in het koor gaat het over het algemeen wel goed. Do 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 down, do be do down down. Dat ik al getrouwd ben. Dit is Leidse Rijn, maken we samen, zie ik. Kun je daar iets over vertellen? Nou, we staan hier dus, het is een bewonersnetwerk wat hier staat, of veel breder dan dat. Ook gemeentes zitten erin en organisaties. We staan hier met een aantal voorbeelden en een aantal concrete projecten, hè, waar we mee bezig zijn. Een voorbeeld dat we alle AED's in kaart aan het brengen zijn. Want een van de ondernemers die wilde graag zo'n AED, weet je, waar je voor een hartaanval mee iets kan doen.
En die wilde die graag in zijn eigen organisatie hebben. Maar nou, zeiden ze, ja, we willen eerst weten welke andere AED's er zijn. En blijkbaar weten we dat niet. Dus veiligheid in onze wijk is natuurlijk van belang. Maar we weten gewoon niet waar er AED's hangen. Dus we zijn nu iedereen hier op de Waterwindmarkt aan het vragen. Weet jij toevallig of er bij jou in de buurt eentje hangt? En er is dus ook een platform online waar iedereen dan zich kan aanmelden of een project erop kan zetten. Hoe heet dat? Leidse Rijn maken we samen, heet het gewoon. En dat is echt het netwerk en dan kan je elkaar vinden. Er komen steeds meer leuke en gezellige winkels in Leidse Rijn. Verslaggeefster Joyce gaat op bezoek bij ondernemers in de wijk. Zo'n 35 jaar geleden schoten de wolwinkels als paddenstoelen uit de grond. Maar daar kwam ook de klad in. Maar wat nu zo leuk is, je ziet nu de wolwinkels weer terugkomen. Ik ga Iris Steegs vragen waarom zij voor dit vak gekozen heeft. Een nieuwe ondernemer in het Leidse Rijn Centrum. Bij wie zijn we? Bij Iris Steegs van iWoolly. En wat heeft jou bewogen om een wolwinkel te beginnen? Nou, ik heb op mijn 6e leren breien van mijn tante. En sindsdien eigenlijk altijd gehandwerkt en heel ander werk gedaan in de IT. Maar altijd blijven handwerken in de avonturen. En zo lekker dat ik daar wat meer mee wilde doen. En ik wilde de goede materialen hebben. Dus toen ben ik zelf gaan zoeken. Begonnen met wol importeren uit Uruguay, Peru, een goede naald uit India. En uiteindelijk is dat helemaal gegroeid en gegroeid. Werd het een webshop en sinds 16 mei een echte winkel. Want waar komt jouw passie echt vandaan? Het willen creëren. Ik kan niet stilzitten. Ik vind het vreselijk om op de bank te zitten en niks te doen. En het is heerlijk om dan gewoon lekker iets moois te kunnen maken. En dat ook met andere mensen te kunnen delen. De mooie materialen te voelen. En vind ik gewoon heerlijk om te doen. Maar je bent voor het eerst ondernemer. Ja. En wat verwacht je ervan? Nou, verwacht is heel eerlijk. Het is natuurlijk spannend. Ik weet nog niet heel goed wat het me zal gaan brengen. Ik verwacht wel dat ik het eerste jaar kiet speel, hoop ik. En dan, maar vooral heel veel gezelligheid. En ik doe dit echt omdat ik er energie van krijg en omdat ik het leuk vind. Er komen onwijs veel leuke mensen hier. Het is heel gezellig. En dat vind ik even belangrijker dan veel geld verdienen. Je had het net over je eerste wol eigenlijk. Wat is dat voor een wol? Kunnen we dat wat van zien? Ja, zeker. Dat is, ben begonnen met Malabrigo. Dat is een 100% merino wol uit Uruguay. Dat zijn hele mooie kleuren. Die worden in een ketel wordt dat geverfd. Dus ook per 10 strengen. Dus zijn 10 strengen op, zijn ze op. Dat is wordt een klein dorpje, maar een hele dorp werkt inmiddels mee. Zo hard is dat gegroeid. En dat ben ik heel trots op nog. Helemaal fair trade en prachtige wol. Ja, want je werkt zelf graag met natuurlijke materialen? Ja, liefst wel. Kijk, soms wordt er gewoon acryl toegevoegd omdat het anders simpelweg niet stevig genoeg is. Of niet in de wasmachine kan. Hè, dit kan niet in de wasmachine. Dus je hebt soms wel toevoegingen nodig gewoon. Om het, dat het een mooi stuk blijft. Waarom heb je voor dit winkelcentrum gekozen? Nou, ik woon zelf in Leidse Rijn, dus dat is één ding. En ik merkte dat ik zelf heel erg een wolwinkel miste. En ook alle mensen waarmee ik hier in de omgeving spreek. Er zijn natuurlijk handwerkgroepjes, Stitch & Bitch in Utrecht. En meer van dergelijke groepen die allemaal zeiden dat ze het ook misten in Leidse Rijn. Want ik had oorspronkelijk wel gekeken in het centrum van Utrecht. Maar daar zitten er al een paar. En ik vond het wel leuk om ook gewoon hier echt in Leidse Rijn te zitten, waar ik zelf woon. En ik vind het hele idee gewoon leuk dat hier een nieuw centrum komt voor de mensen hier. En dat er ook hier gewoon een plekje is. En iedere donderdagavond hebben wij van 7 tot 9:30 Crafts Night. En dan kun je komen breien, haken, wat je wil. Gewoon gezellig met een hele groep dames. Hartstikke leuk. En die wordt al aardig bezocht? Ja, die is al best druk. Nog even, we moeten uitbreiden. Ja. En mogen mensen dan gewoon binnenlopen? Ja, is gewoon binnenlopen. En je hoeft ook niet iedere week te komen of een bepaalde tijd. Gewoon ergens tussen 7 en 9:30 ben je altijd welkom.
En dat was alweer het laatste item van vandaag. Wilt u de uitzending nog eens opnieuw kijken? Dan kan dat natuurlijk via ons YouTube-kanaal of via de website. Tot slot heb ik nog een leuke tip voor u. Zondag 24 juni, morgen dus, is het Campusfestival in Vleutenweide in de Cultuurcampus van 1 tot 5. En de entree is gratis. Ik wens u veel plezier. Graag tot volgende week. Dag!